Ik had gewoon een blackout en ik stapte die bus in. Gewoon een bus, lijnbus. En ik had alles ondergekotst. En die buschauffeur werd helemaal boos. Dus ik werd ergens in Amsterdam Noord uit de bus gezet. Omdat hij zei: van ja, ik wil jij niet in mijn bus hebben, snap ik. En ik, ik hoorde toen van meerdere mensen die alcohol en ketamine hadden gecombineerd. Het is gewoon echt een no-go. Spuiten en slikken de podcast voor je wekelijkse portie seks. Uh, dag mensen, we zijn weer met een nieuwe podcast met Roos, Diva en ik ben Ralf. En uh, deze week gaan we het hebben over iets wat uh, niemand leuk vindt, maar wat ons allemaal wel eens overkomt: namelijk slecht gaan. Hey. Uh, we krijgen heel veel uh, aanvragen binnen over in onze inboxen over hoe je moet omgaan met bepaalde drugs en uh, dat het ook wel eens misgaat. Dus uh, goede kans om er even over te praten. Maar eerst, hoe gaat het met jullie? Mm. Goed. Goed, ik heb jullie gemist. Ja? ja, ik ook. Oh, wij waren weg natuurlijk. Jullie, waren, weg. jullie <laughs> ja. waren een week weg. Wij waren voor opname een week in uh, Hamburg en Bremen. Ja. En uh, daarom moest Diva helemaal alleen op kantoor zitten. Niet heel zielig. <laughs> ja, we waren één dag naar Hamburg. Uh, omdat ik ben bezig met een nieuwe reportageserie. En ik heb het over sekswerkers en over waar zij het best aan het werk kunnen. En of, of de wallen nog houdbaar is, dat soort dingen. En daarvoor gaan we ook één aflevering naar Hamburg. Uh, dat is echt een heel ander soort stad met een heel ander soort Red Light District. We hadden een tour van een sekswerker die op straat werkt, dus op een uh, Tippelzone, zoals je die misschien van films kent. Ik en de cameraman Job, die, uh, die liepen over de, de straat en die, dat Red Light District heeft echt een beetje een crack vibe overdag. Was ja, dat de Tippelzone? Ja, mm, ja ook. Okay. Dus je hebt daar een straat en het is echt allemaal een beetje oud. Dus het is een soort van oude kermisbuurt of zo. Mm. Het is heel vaag. En er zaten vier daklozen die zaten op straat. En wij filmden niet naar hun. Wij filmden niet op hun, maar we filmden langs in die straat. En ze zeiden al iets in het Duits, maar we verstonden het niet. En even later kwam er een zwerver, lachend, die haalde een elektrische zaag onder zijn jas nee. vandaan. Ja. En die kwam naar ons toe gelopen. Dus hij, stel je even voor dat gewoon iemand lachend een werkende elektrische zaag... Dit klinkt als een horrorfilm. Echt, het was zo eng. Oh, en ik... Uh, ik was gewoon een beetje in shock. Maar ja, Ralf, jij zit daar alleen maar te lachen. Ja, ik vind het zo'n grappig maar, verhaal. Maar hoe... dat, dat is, is niet grappig, Ralf. Grap. heeft er nou een elektrische zaag bij zich? Ja, maar dat vroeg ik me dus. Want als je die bij je hebt, dan ben je toch ook wel zo gek om hem te gebruiken? Waarom ja. heb je hem anders bij je? Maar hoe reageerden jullie dan? Ja, ik was gewoon een beetje in shock. En, en we liepen gewoon langzaam de andere kant op. En gelukkig kwam hij niet achter ons aan. Uh, dus hij liep wel weg. Maar ik dacht echt: oh, ik dacht echt even dat ik in twee stukken zou eindigen. Ja. Dus ja dat ja. was fun. Niet, uh, niet ongevaarlijk om uh, prestaties te zijn voor spuitstukken. Nee, 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 ik dacht echt: dit is waar ik eindig. Dat Goed. was een dieptepuntje. Dan gaan we door naar, uh, naar de stellingen. Uh, we vinden feest en drugs natuurlijk allemaal heel erg leuk. En je kan je soms aardig uh, onoverwinnelijk voelen. Uh, maar het gaat soms ook wel eens mis. En uh, ik vraag me eigenlijk wel af: wat, wat zijn nou echt jullie no-go's? Waar gaan jullie slecht op? Op jou. <laughs> Alcohol ik met liefdesverdriet. <laughs> <Ja>. <laughs> toch lief? Nee, wat, wat zijn zeg maar combinaties voor jullie waar jullie geheid slecht van gaan? Vroeger dronk ik gewoon alles door elkaar. En dan ging ik bed. Ging je? Ja? Hoe zag dat eruit dan? Um, kotsen en echt op de. <laughs> ik wist het nog heel vaak. Ik was dan een van de enige vriendinnen die heel veel dronk altijd. En dan eindigde ik op de oprit van iemand die dan naast het feestje woonde. En jij, Roos? Nou, nu je het zegt, is alcohol eigenlijk wel het ding waar ik gewoon het meest slecht op ben gegaan. Ik denk meteen aan harddrugs, maar. Alcohol is gewoon, je begint eraan zonder dat je echt weet wat je doet. Je hebt geen idee. Uh, op, ja, als je 18 bent, je drinkt zoveel, je mengt alles door elkaar. Ja. En dan is het op de een of andere manier best wel normaal, nou normaal, ja, dat je helemaal oud gaat, dat je op wordt gehaald door iemand, dat je hele blackouts hebt. Ik heb ja. dat echt wel gehad. Terwijl achteraf denk ik echt, wat deed ik? Waarom, waarom vinden we dat niet heel raar? Waarom denk je niet de volgende keer: dat wil ik niet meer? Maar je gaat gewoon weer hetzelfde doen. Ik denk dat je gewoon gewend raakt aan slecht gaan op alcohol. En dat je het dan gewoon oké okay vindt als het soms een keer fout gaat. Ik heb ook eigenlijk alleen maar met alcohol. En dan vooral als ik dan ergens op de avond ging blowen bijvoorbeeld, dan ging oh ja. het helemaal mis. Oh. Dan oh ja. draait alles en dan, uh, ja, dan uh, ben je echt niet blij. Wat nou echt de no-go's zijn, en uh, nu ben ik even schoolmeester. Uh, want schoolmeester, gauw. Wisten jullie dat? Ik wist dat zelf eigenlijk niet. Ik, nou ja, ik had het wel een beetje in mijn hoofd, maar ik wist nooit dat het echt zo strikt was. Dat je eigenlijk nooit uppers met uppers moet mixen en downers met downers. Wat verstaan we onder uppers ja. en downers? Dus uppers zijn oppeppende middelen, zoals uh, MDMA, cocaïne en speed. Okay. Uh, hierdoor gaat je hartslag uh, omhoog en dan uh, kan je langer door. Ja. En je hebt uh, downers en dat zijn verdovende middelen. Denk aan alcohol, slaapmiddelen, GHB, uh, morfine, uh, opium, Sorry. dat soort dingen. En uh, als je oppeppende middelen mixt, uh, dan kan het best gevaarlijk zijn. Je je hebt een risico op uh, overhitting bijvoorbeeld is vaak niet fataal uh, dingen die wel fataal kunnen zijn is als je downers gaat mixen dus bijvoorbeeld uh, ghb met uh, poppers of ghb met ketamine mm. uh, of alcohol daarmee gaat je hartslag heel erg omlaag ah. uh, en als je oud kan raken dan kan je zelf stoppen met uh, ademhalen maar wat als je een upper en een downer combineert ja uh, dan in balans <laughs> ik dacht dat, dat dat ook heel gevaarlijk <laughs> het was zich <laughs> Uh, nee, uh, je loopt een risico op hartritmestoornissen dan. Uh, maar het, het zijn niet de allergrootste boosdoeners. De allergrootste boosdoeners zijn echt downers met downers. Okay. Uh, dus ook als je uh, zo'n down hebt gebruikt of uh, en je wil gaan slapen of je gaat oud, zorg ervoor dat je diegene wakker houdt. Uh, want slapen kan er je echt voor zorgen dat je stopt met ademhalen. En dat wil niemand, denk ik. So. Ja, dat klinkt vrij extreem. En het zal ook vaak echt niet zo vaak voorkomen, maar misschien wel iets om, uh, om op te letten. En een paar uh, die ik nog helemaal niet ken, of waar ik nog helemaal nooit aan had gedacht. Vaak als mensen actie uh, gebruiken, uh, maar ze kunnen niet meer neuken, gebruiken ze Viagra. En als ze dan neuken, gebruiken ze vaak ook poppers. Of, nou ja, vaak kan er poppers worden gebruikt. <laughs> en die drie samen kan dus best wel een, uh, uh, een gevaarlijke situatie opleveren. Actie verhoogt je bloeddruk, Viagra verlaagt je bloeddruk. Yeah. En poppers verlagen ook je bloeddruk. En daardoor wordt je hart overbelast. En dat kan dus zorgen voor die hartritmestoornissen. Uh, en soms tot een hartstilstand zorgen. Poppers verwijden je bloedvaten. Daardoor krijg je een beetje dat, dat haaie gevoel in je hoofd. Uh, maar omdat ze verwijden uh, raken, dan verlaagt je bloeddruk ook gelijk. En dat kan in combinatie met Viagra uh, en Actie dus best wel uh, gevaarlijk zijn. Uh, ja, ik zit heel erg op de gevaren in deze podcast. Pas op. Uh, en tenslotte, uh, hier is nog best wel weinig wetenschappelijk onderzoek over. Uh, ketamine en alcohol uh, met elkaar, omdat ze dus beide ja. in een verdovende spiraal gaan. En uh, uh, kan je dus ook weer bewusteloos raken. En ik heb best wel veel mensen die keta en alcohol met elkaar combineren. En vaak gaat het ook wel goed. Maar ik denk dat als je in hoog hoeveelheden uh, alcohol neemt. En je dan Keta uh, neemt, dat het dan wel eens fout kan gaan. Ik heb die ook gehad. Jij hebt die gehad? Ja. Wat dan? Ja, nou, ik, ik wist dat niet. En uh, nou ja, ik, ik had een concert. Het was echt een van mijn favoriete artiesten. Wie was het? Het was Maribou State. Dat is, ja, elektronisch muziek. En uh, ik was een beetje laat. Dus ik had heel kort om, een, om in te drinken. En dat was daar heel duur Nou goed. Dus ik had echt een, een paar glazen wijn zo gehad. En toen vond, was ik zo hyped dat ik vooraan stond en ik dacht, ik neem een beetje ketamine. Maar omdat ik die alcohol nog helemaal niet voelde, omdat ik het zo snel had genomen, was het gewoon, ja, het was gewoon helemaal niet slim. En eh, nou, ineens, ik weet eigenlijk niet eens meer hoe ik daar ben geëindigd. Ik weet dat ik, ik had gewoon een blackout en ik stapte die bus. in, Gewoon een bus, lijnbus. En ik had alles ondergekotst en die buschauffeur werd helemaal boos. Dus ik werd ergens in Amsterdam Noord uit de bus gezet, omdat hij oh. zei van, ja, ik wil jij niet in mijn bus hebben, snap ik. En ik, ik hoorde toen van meerdere mensen die alcohol en ketamine hadden gecombineerd. Het is gewoon echt een no-go. Het is gewoon allemaal kotsen, draaierig. Ja, ja dus pas ermee op, uh, zou ik zeggen. Geniet, is... maar met mate. Eigenlijk moet je er gewoon eentje kiezen waar je die avond voor gaat. Sowieso eigenlijk. Qua druk. Of en ook alcohol. met erectiemiddelen. Dat zou ik sowieso nooit. Doen. Goed, dan gaan we door naar de eerste stelling. Um, als je slecht gaat, is het altijd je eigen schuld. Wat denken jullie? Um, nou, ik denk, heel vaak is het gewoon onwetendheid vanuit jezelf. Dus is het is niet per se je schuld, je weet gewoon niet beter. Ja, maar moet je niet uh, inlezen over wat je uh, neemt? Ja, ja, het zou wel slim zijn, maar... <laughs> <laughs> ja, ik denk gewoon dat het niet zo vaak gebeurt. Slecht gaan? Nee, dat oh, mensen zich inlezen, niet inlezen ja. voordat ze wat nemen. Mijn moeder die ging dan altijd uh, op allerlei tabbladen... Uh, Jelinek uh, informatie uh, oh, sites opzetten. En dat las ik dan gewoon niet. Het stond gewoon vol open op mijn laptop. Ik dacht, huh? ja, boeien. Wat lief, wel. Heel ja, lief, goed. Heel lief, maar dus ook extra dom van mij. Daarom vind ik het ook wel een beetje mijn eigen schuld als het dan verkeerd gaat. Wat jij net hebt verteld, welke combinaties echt gevaarlijk kunnen zijn, zoiets zou eigenlijk algemene kennis moeten zijn. Ja, ja, daarvoor zijn wij er toch? Yeah. <laughs> ja. Nou, ik denk de, wel dat het vaak te voorkomen is. Ook vaak als ik vrienden hoor over dat ze slecht gaan, dan vraag ik van maar hoeveel had je genomen? 9 van de 10 keer is het ja 2,5 pil of zo. Of, dat, of dan vraag je van uh, was je goed uitgerust? Echt bijna altijd zit er iets achter van. Ja, ik had wel, ik was al twee dagen wakker op een festival. Dus dan denk ik dat het wel te voorkomen is. Um, maar ja, niet altijd. Soms dan heb je gewoon bijvoorbeeld aanleg voor een psychose of dan weet je niet dat je slecht reageert op iets. Maar ik denk echt 9 van de 10 keer dat het er voorkomen is. Maar is bedgaan alleen een psychose? Nee. Bedgaan, ja. Ik denk dat dat voornamelijk is dat je gewoon slecht voelt of uh, uh, misselijk of uh, uh, duizelig. Of, gewoon dat je wenst dat je het nooit had gedaan. <laughs> <Ja>. <laughs> en ook nooit meer gaat doen. Vol spijt. Ja. Ja, ja. Dat, maar dat gevoel is toch echt zo kut. En dat je ook het idee hebt dat je er nooit meer uitkomt en in paniek raakt. Ja. ja afschuwelijk. Ja, maar het is toch ook heel persoonlijk hoe je erop reageert. Weet ik niet. Ik weet niet tot en hoe verder dat gaat. Weet jij dat, al Hoe groot is de kans dat je ergens zomaar een psychose van krijgt? Dat was niet te vinden. Onvindbaar. Is dat echt? Echt? Ja, maar weet je hoe moeilijk dat is? te, te Dat te... weet ik niet. Ja, hoe weet je hoe weet nou hoe groot de kans ik is? onderzoeken. <laughs> ja, weet ik veel wat zij doen. Laat je aan je drugs testen altijd? Dat is een gewetensvraag. Ah. <laughs> uh, nee, niet altijd, maar wel als ik. Nee. Ook niet toen je ermee begon? Nee, maar dan doe ik het van iemand waarvan ik dan iemand ken die het ook daar had gehaald. Ja, want dan je? is het betrouwbaar. Nou, wel betrouwbaarder. Als je je drugs uh, wil laten testen, of tenminste als je op de hoogte wil zijn van welke drugs wel niet uh, goed zijn, dan heb je de Red Alert app van het Trimbels Instituut. Oh, oh Dat sick. ja, ik kwam er ook pas uh, gisteren achter. <laughs> uh, en daarop staan gewoon alle pillen met foto: uh, welke je wel niet moet gebruiken. Want oh. soms zijn er dus pillen met enorme hoeveelheden MDMA of met versneden met andere dingen. Uh, en dat kan best gevaarlijk zijn. Uh, dus daarop kan je gewoon checken wat je niet wow. moet nemen. Ja. Oké, okay, vet. Ja, staan alle drugs onder? daarop? Uh, niet allemaal, maar alle drugs waar je slecht op kan gaan. Uh, of waar, waar enorme hoeveelheden van iets in zitten. Uh, die staan daarop en dan weet je dat je die niet moet nemen. Oké. Okay. Ja. Wow, interessant. Handig. Andere drugs kopen. Um, waar denken jullie dat de meeste mensen slecht op gaan? Oeh. En uh, telt alcohol ook? Nee, alcohol telt okay. niet. Uh, Nummer één. Ehm. Um, Wiet? Oh, goeie. Uh, nee. nee. De kook? Uh, de... Nee. Die staat op nummer twee. Oeh. Ja. XTC? Uh, nee, we hebben hem al genoemd. Huh? En DMA? Nee. Nou, Vitamine? Nee. Kun je het niet zelf zeggen? <grijpten> <laughs> <laughs> Oké. Okay, ja. help ons! Stijve op nummer één: 25 van alle drugsgevallen. Uh, en dat is heel bijzonder, want deze drug wordt. Heel weinig gebruikt, door een heel klein groepje mensen gebruikt, is GHB. Oh. Uh, dus in 25% van alle drugsincidenten uh, is door GHB veroorzaakt. Wauw. Ja, wat best wel een lijp is, want er zijn dus helemaal niet heel veel mensen die dat doen. Uh, ik denk dat het komt omdat uh, de, uh, de afmeting of de inname heel nauwkeurig oh, yeah. uh, Als je te snel neemt, kan al heel snel je hartslag te ver zakken. En als je Oef. dan bijvoorbeeld gaat slapen, dan kan je gewoon. Uh, ja, uh, Doodgaan goed op nummer 2 heb je coke met 18%. Op nummer 3 staat actie met 15%, hmm. uh, en dan uh, ver beneden staan bijvoorbeeld uh, paddo's Truffles. en truffels met 1%. Dus uh, en, en dat, dat is waar wij het ook wel eens over hebben gehad: van uh, mensen hebben een hele grote angst voor psychedelica, maar nemen al vrij snel uh, de, de stimulerende middelen. Uh, maar eigenlijk komen de meeste drugsincidenten van de, uh, ja, van de downers en de uppers. Uh, en eigenlijk niet van de psychedelica. Ik vroeg me af, wat wordt er verstaan onder incidenten? Bijvoorbeeld voorbeelden van zo'n incident. Is het bijvoorbeeld als je op de eerste hulp terechtkomt of uh, ja, overdoses? Ik, ik denk dat dat van alles kan zijn. Ik denk dat ook een ambulance ritje kan worden gezien als een incident. Uh, ik kan een, een, een spoedeisende hulp zijn, ook een incident. Uh, Alles waar melding van wordt gedaan, op ja. een bepaalde manier. Ja. Okay. En weet je ook waardoor die incidenten met cocaïne en ecstasy komen? Is dat ook door verkeerde dosering? Uh, nou, het kan bijvoorbeeld ook door... Uh, ja, ja, ja. Dus vaak, ja. Uh, vaak de hoge dosering. Uh, ja, en, en het kan bijvoorbeeld agressie uh, opwekken... waardoor mensen in, mm. in, in, in zo'n soort incident komen. Dan blijkt oh, dus, oh, ja. oh, er is coke gebruikt. Oh, ja. Ja, ja. Uh, en wat ik wel grappig vond, is bijvoorbeeld ook... Uh, cannabis is 22%. Uh, maar dat komt uh, merendeels door toeristen. En op het moment ah. in corona, toen het toerisme afnam, toen ging het aantal cannabis-incidenten uh, ook heel oh. erg naar beneden. Dus ja, komt ja. gewoon al die stomme toeristen die, die kaarten hebben te, te blazen. Ja. <laughs> uh, Roos, ben jij wel eens uh, echt goed slecht gegaan? Nou, ik heb één keer te veel ecstasy genomen. Hoeveel? Nou, dat weet ik niet, want ik had de pil niet getest. Oké, okay, het zat zo. Ik was met mijn destijds vriendje in Hongkong. Hij woonde daar. En de dag daarna zou ik weggaan naar Nederland en hem weer heel lang niet zien. En ik vond hem net wat leuker dan hij en mij. Dus dat is kut. Oh. En um, we gingen uit en ineens haalde hij een pil tevoorschijn. En hij zat in de taxi en hij nam hem gewoon zonder iets te zeggen. En ik wilde gewoon zo graag met hem verbinden en dat hij me leuk vond. En het was zo'n ongelijke... Maar wacht, hij nam de hele pil? Ja, hij nam de hele pil ineens. Maar in wist de taxi. jij dat het drugs was? Of dacht jij het ja, want hij had eerder gezegd dat hij dat mee had. En toen mm. zei hij, haha, ga ik niet nemen. En toen zat ik zo, ha! Nou, een paar uur later nam hij dus die hele pil. En dat zag ik. En ik wilde gewoon, ik vond hem gewoon zo leuk. En ik was zo dom. En ik nam ook die hele pil. Maar wacht, misschien is wel even goed uit te leggen. van Een, een hele ex-pil... Uh, het lijkt misschien uh, alsof je dat in één keer in je mond kan stoppen. Maar mensen gebruiken normaal altijd een kwartje of ja. een achtste om een beetje in te komen. En een hele pil is namelijk superveel. Moet je zeker niet in één keer doen. Uh, nou ja, krijg dat je is een wat, goed punt. Wat jij nu uh, gaat vertellen. Ja, en het kan heel erg verschillen <gacht> qua hoeveel MDMA erin zit. Dus als je dat zou bestellen bij een dealer, staat erbij hoeveel erin zit. En ik ben ook wat kleiner, dus dan moet ik nog minder. Dus ja. ik neem normaal nooit een hele pil, inderdaad. Dus toen nam ik een hele pil en toen waren we in de hotelkamer... En ineens begon hij te werken. Oh, er komt nu ineens van alles boven. Oh, wat erg. Oké, okay, hij begon te werken en mijn hart begon echt super hard te kloppen. Toen had ik, zat ik, ineens was ik op met mijn mobiel. Toen zat ik op Snapchat. Toen had ik dus een filmpje van mezelf gemaakt. Naakt, maar niet heel gedetailleerd. Je zag niet echt iets, maar je zag meer een soort van dat het niet hoort. Snap je? Een soort oh. van lakens en een benen en... Ik heb hem zelf nooit gezien. Toen kreeg ik gelukkig heel snel berichten van vriendinnen van Roos, er staat iets op je story. Want in ah. Nederland was het overdag. Toen heb ik er meteen afgehaald. Vanaf toen ging ik slecht op het idee dat er iets online zou staan van mij. Uh, toen heb ik ook fun fact in die nacht mijn Instagram aangemaakt. Allemaal mensen gaan volgen. De Instagram die ik nu nog heb. Ik raakte een soort van obsessed. Heel bang uh, voor het idee dat ik ergens online zou staan of iets. Dus heet heb ik mijn story herladen. Op een gegeven moment. Stond mijn kaak zo strak dat ik gewoon niet meer kon praten. Uh, dus wij raakten een beetje langzaam uit die trip, maar we voelden ons gewoon heel verdrietig en konden niet praten. Toen moest ik inpakken omdat ik naar het vliegveld moest. Wow. Nou, toen was ik op het vliegveld. <laughs> toen wist ik niet bij welke gate ik moest zijn. Ik had een vlucht naar Qatar en ik kon nog steeds niet echt praten, maar ik dacht: ik kan het, ik moet vragen waar mijn gate is. Toen zag ik zo'n c man met echt een ziek geweer. Toen liep ik naar hem toe om te vragen waar mijn gate is. Toen zei ik: hi. Qatar, helemaal trillend. Oh. <laughs> zo erg. Uh, toen greep mijn vriendje in en, en die vroeg waar het was. En toen, nou, moest ik dus doei zeggen voor maandenlang. Zonder iets te kunnen zeggen tegen hem. Het was echt zo naar. Ja, toen zat ik echt 13 uur lang in dat vliegtuig. met mijn ogen open onder zo'n slaapmasker. Oh. <laughs> Holy oh, shit, Roos. Echt een ware helm. Je had een schep en je, en je bent gewoon een kuil steeds oh. dieper gaan graven. <laughs> ja, het was echt, het was, gewoon, het was gewoon zo dom. Dat je gewoon niet weet wat erin zit en een hele pil neemt. En dan, uh, ja, het was gewoon echt heel naar dat je ook zo tegen iemand gedacht moet zeggen. Ik vind het ook erg dat hij geen uh, verantwoordelijkheid over jou <laughs> nam. Hé, hey, schat, misschien moet je, je niet deze hele pil nemen. Nou, we waren dus ook dronken toen ik dat deed. Oh, ja, dat is ook een goed idee. Ja. 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 Daardoor deed ik het ook, die beslissing. Nou, jongens, leer van mijn fouten doe dit niet. Uh, de tweede stelling. Um, als iemand slecht gaat, moet je altijd een ambulance bellen. Wat denk jij, Dieve? Ik uh, ben benieuwd naar jouw antwoord. Poeh, cool, ja. Er zijn natuurlijk wel heel veel levels in dat iemand slecht kan gaan. Dus ik zit ook een beetje van ja, wanneer moet je dan een ambulance bellen? En wanneer is het van? Um, je komt straks wel weer bij, is oh, erg. Nee, maar oh, ja, ik weet het niet. Want heel vaak dan ligt iemand ook laveloos erbij. En dan denk ik, ja, jij je hebt gewoon te veel gedronken. Maar wanneer is het echt gevaarlijk? Want je wil ook niet tot het schuimbekken aan toe, iemand aan zijn lot overlaten. Ja, kom maar goed, neem een lekker colaatje. Ja, hier Toch. heb je een dekstroom. Ja, nee, ik denk dat het ook heel vaak de situatie erger kan maken als je te snel een ambulance zou bellen. Kijk, als je, als je laveloos daar ligt, oké, okay. maar als je gewoon denkt van oh, ik voel me meer verdrietig dan blij door de ecstasy. Dan word je echt denk ik helemaal spastisch als je Oh, een ambulance komt eraan, toch? Ja. ja. Je moet goed weten ja, wat, wat diegene precies heeft genomen. Dat is belangrijk, denk ik. Ja. ja. En ja, wat er precies aan de hand is. Maar lang niet altijd. Ja, hoe duur denk je dat een ambulance rit kost? 4.500 euro. Zoveel? Roos, het is een ritje met een auto. Ja, nu is je fun fact helemaal <laughs> Ik wist niet eens dat je er geld voor moest betalen. Ja, het kost uh, 6 à 700 euro. Okay. Ik heb wel een keer de ambulance gebeld omdat iemand bed ging. Ja? Ja. Wat gebeurde er? Nou, ik was met twee vriendinnen en ik woonde net op mezelf. Dus we wilden experimenteren. We hadden spacecake gehaald. Nou, dat is echt altijd een slecht idee bij zo'n toeristenshop. Wat die is zijn... dat een slecht idee? Nou, die zijn volgens mij gevoel gemaakt om bed te gaan. Dat, ja, <laughs> nou, maar gewoon van die echt goedkope, slechte toeristenshop uh, spacecake. En uh, we hadden wel gevraagd hoeveel moet je nemen. Nou, dus wij hadden het genomen. En we zaten met z'n drieën op de grond. En op een gegeven moment begon die vr vriendin begon met haar arm de hele tijd te draaien. Dit, wo dit wordt echt creepy. Ze zat de hele tijd in rondjes te draaien met haar arm. En op een gegeven moment begon ze ook haar zinnen te herhalen. Dus ze raakte in een soort loop. Dus wij erover, oh, wow. Haha, nou, dus zo van, ha ha la la la. Dus we gingen naar bed. En op een gegeven moment. Oh, dit was zo eng trouwens. Oké, okay, ik lag op bed naast haar, maar zij lag tegen een muur aan. Toen kroop zij over mij heen naar de grond, maar met haar armen eerst. Dus alsof iemand haar trok aan haar armen. Gewoon What? ja, echt. Nee, echt een soort horrorfilm. Snap je wat ik bedoel? Een soort exorcist. Echt dat. Ja. Dus toen uh, ging ze naar de wc beneden en toen hoorde ik keihard pam. Toen was ze dus gevallen. Dus, en vanaf toen begon ze echt tegen alle muren aan op de grond. Te kruipen, maar dan met haar armen eerst. Oh jezus. En echt, ik heb dat geprobeerd na te doen, maar het lukte gewoon niet. Het was echt alsof ze bezeten was en keihard schreeuwen. Ze... De hele tijd kon ze geen woorden meer. Nee, schrik... en haar arm bleef ook de hele tijd rondjes draaien. Dus het was super vaag en eng. En nou, op een gegeven moment ging maar niet weg. Dus wij dachten, ik moet gewoon de ambulance bellen, want ze was ook zo sterk. Ze maakte alles kapot in mijn kamer en ze was niet aanspreekbaar. Maar oh, het probleem wow. is natuurlijk als je de ambulance belt. Voor hen lastig in te schatten hoe serieus het is als je zegt, mijn vriendin gaat bed. Dus zij zeiden: geef haar maar wat water. Ik hing op, gaf haar water, maar die arm sloeg dat meteen weg. Ik kon haar helemaal geen water geven. Dus op een gegeven moment uh, weer gebeld, toen kwamen er uh, twee ambulancebroeders, echt grote mannen. Die probeerden haar zo'n kalmeringsmiddel te geven, maar het lukte nee. hun niet, twee grote mannen, om haar uh, naar de grond te duwen. Uh, dus zo sterk was ze. Dus, dus twee grote mannen lukte het niet om haar op de grond te duwen. Uh, dus zo zaten we uiteindelijk met z'n vijven haar proberen op de grond vast te duwen. om haar een kalmeringsmiddel te geven. En zelfs met twee shortjes kalmeringsmiddel, veel meer dan normaal. bewoog haar arm nog in de ambulance. Het was echt bizar. Dus toen zat ik daar in mijn mini-pyjama-broek. om drie uur s'nachts in die ambulance. met haar naar het ziekenhuis. En toen kwam ze op een gegeven moment bij en ze had ook um, een katheter. Ze plast in een zak. Dus zij zo kwam ze bij he, he, zo op die plaszak duwen. <laughs> zij wist niet wat er was gebeurd. Maar het was echt. Was ja, ze... ze had dus een psychose gehad. Wow. Ja. Wat maar is ze oké okay nu? Is, uh, wat? Ja, ze neemt nooit meer Space Cake. <laughs> nee, het is gewoon. Het is op die leeftijd zeiden, ze, hier kan je erachter komen dat je psychose gevoelig bent. Volgens mij zat het ook in haar familie. Oh, ja. Maar dat is ook wel echt het slechtste bedgaan verhaal dat ik heb gehoord ooit over Space Cake. Ja, jezus, dat, dat klinkt echt wel uh, heel heftig. Ik heb dit echt ja. nog nooit gehoord. Ik ja. zie het voor me. Ja, ik ook nog steeds. Als je slecht gaat... Uh, ik had even gebeld met een uh, EBO uh, vrouwtje uh, dat staat op een festival. Uh, wat je moet doen, is uh, zoek een rustige plek op. Uh, weet wat je hebt genomen. Of vertel een vriend wat je hebt genomen... zodat uh, mensen altijd uh, weten wat er in je zit. En dus mm. daardoor ook wat, wat je moet doen. Uh, vocht toebrengen. Als iemand overhit is, uh, afkoelen. Um, over prettige dingen praten uh, Dexro, cola gebruiken ze altijd Suiker geven uh, En ik las ook, uh, probeer dingen te doen die je op je gemak stellen Zoals bewegen of zingen Oh dus uh, nou, als je er echt helemaal doorheen zit, uh, zing een, Oe, een lekker bloem, nummertje. Oh, una blanca. Het <laughs> <laughs> yes. <laughs> kan alles zijn. Ik zou ja. nog slechter gaan. Ga Roos, ik zeg jou nu alvast, als ik ooit slecht ga en jij begint met zingen, dan ga ik dood. Dat is je eigen advies. Dan ga ik letterlijk dood. Mag dus, ik je Hello Kitty plaatjes laten zien? Nee, probeer het niet bij mij. Goed. Okay. Maar eigenlijk moet je dus van tevoren zeggen. wat je hebt genomen. Ja. Dus niet stiekem een beetje bijneem van iets. Want als je al helemaal bed gaat, kan je het misschien niet meer zeggen. Nee, van tevoren zeggen: ik ga nu dit nemen. Goed, gaan we naar de laatste stelling. Als je een keer slecht gaat op drugs, kan je die druk daarna nooit meer nemen. Ah, als in dat je denkt: ik doe het nooit meer. Oh, maar wacht, hoe bedoel je? Kan je? En ja, wil je of ga je die drugs nooit ah, meer zo. gebruiken? Mm, ik had het wel. Op een gegeven moment ben ik helemaal gestopt met. Wiet roken, omdat ik, um, ik merkte dat als ik in een bepaalde staat was voordat ik het gebruikte, dus bijvoorbeeld heel erg over iets nadacht of bepaalde angsten, dat als ik dan wiet rookte, dat die angsten werden versterkt. Oh ja. Dat had ik toen, nou ja, de laatste vier keer of zo gehad, en toen dacht ik van nee, dit ga ik nooit meer doen. Ja, dan voelde het juist als een teken van je lichaam van, dit moet je niet meer doen. Ja, gewoon omdat ik niet wilde dat die angsten nog meer versterkt werden. En ik nam het dan ook weer mee in mijn uh, leven na de trip. Dat je ook angstiger werd in je dagelijks leven? Ja. Ja, ik denk dat dat soort symptomen uh, echt een teken is van dat moet je niet meer doen. Of ja. psychotische dingen, angstige ja. dingen. Dan moet je er gewoon even vanaf blijven. Nou, of voor gewoon voor altijd. altijd. Ja, 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 ja. ja dat, dan moet je dat gewoon. Nee, ik moet, niet moet je Ik moet er gewoon heel even vanaf blijven. Ik moet er gewoon vanaf, even vanaf blijven. Een weekendje. Even film? een weekendje overslaan. Roos, zijn er dingen die jij niet meer gebruikt? Nou, Spacecake. Oh ja, ja, ben ik um, je... uh, Verder denk ik dat um, als je stel je neemt ecstasy en je neemt te veel en daardoor voel je je angstig, um, dan denk ik zelf van. Ik wil er niet bang voor zijn, want het kan ook heel mooi zijn. Maar dan wil ik het de volgende keer juist weer goed doen. Zodat je, ja, snap je wat ik bedoel? Dat je ja. het juist weer een keer doet. Je wil ik oh, niet opgeven, toch? Dit klinkt als ik ja. en mijn ex. Je doet het gewoon nog een keer, want dan wil je dat het goed gaat. Maar op een gegeven moment moet je gewoon beseffen... nee, dit ja, het is het soms, niet voor mij. Soms is het je eigen een schuld van drugs. En dan denk ik van, ja, ga ik nu voor altijd verbannen. Ik wil ook niet dat één negatieve ervaring de rest bepaalt, soms. Maar het ligt heel erg aan de situatie. Ja, yeah, dat uh, is waar. <laughs> nee, uh, ja, maar er zijn natuurlijk wel dingen die je door de jaren heen leert, toch? Dingen die je op het begin uh, verkeerd gebruikt en dan daarna steeds verder of beter erachter komt hoe je het wel moet gebruiken en dat het dan eigenlijk een stuk beter is. Heb jij dat meegemaakt? Uh, nou, bijvoorbeeld toen ik begon met ecstasy, dat ik toen ik dat deed, dat, dat ik er dan ook best wel veel bij ging drinken, bijvoorbeeld. Yeah. Maar dat is, dan uh, bied je eigenlijk tegen elkaar op. Want die alcohol die verdooft en die actie die probeert je op te peppen. En dat, dat gaat dan, dat, dat biedt op tegen elkaar, zeg maar. Yeah. En door de alcohol voel je de actie eigenlijk minder. Wat best wel zonde is, want dat is juist best wel leuk. Yeah. En door de actie voel je niet hoeveel je hebt gedronken. En dan uh, op een gegeven moment word je een soort elastiekje. <laughs> toch, dan weet je helemaal niet meer wat je aan het doen bent. En dan de volgende ochtend oh, wow. dan. Uh, heb je echt een hele zware kater? Dan moet ik weer dat maskertje opzetten. En dan, <laughs> uh, nou, je kent het wel. Dus nu uh, probeer ik, als ik uh, uh, bijvoorbeeld actie gebruik, eigenlijk niet te drinken. Want dan voel je gewoon die actie uh, beter. Ja. Uh, met, ik zeg proberen, want vaak uh, ga ik er toch bij drinken. En dan, ja, waarom dan? Uh, ja, gewoon lekker. Of de smaak van alcohol vind ja. je gewoon lekker. Ja. ja. En als je alcoholvrij. Bier doet? Ja, dat doe ik dus ook wel eens. En dat hey, is een soort veel leukere avond. Ja. Allerbelangrijkste is drugs set setting. Uh, dat is dat je weet welke drugs ge je gebruikt, je in een goede mindset zit en ja. je het op de juiste plek gebruikt. Uh, speed op een begrafenis is waarschijnlijk <laughs> niet heel chill. Uh, dus kies daar even een, uh, een feest voor uit. Ik denk dat dat uiteindelijk het belangrijkste is: dat je de juiste hoeveelheid neemt met de juiste mindset op de juiste plek. Ik vind dat dat heel veel problemen voorkomt. En ja. eerlijk zijn over uh, je gebruik. Met Sowieso je omgeving. eerlijk zijn, toch? In ja. het algemeen gewoon eerlijk <laughs> zijn. Oh, ja, Wauw, Ralf is een soort van ver, <laughs> verlicht. Maar <denk laughs> dat je gewoon eerlijk bent <laughs> tegen elkaar? Goed. Comment van de week. Uh, gaan we uh, door naar de comment van de week? Uh, en het leek me leuk om uh, een comment te pakken, daar de naam uit te halen, en dan moeten we raden over wie het gaat. Nou, dat lijkt me oh. ook leuk. Nou, daar oh, nee. gaan we. Toen ik puntje, puntje, puntje voor het eerst zag, denk ik nu vaak aan die als ik het met mijn vriendin doe. Nou, over wie gaat het? Ik denk over mij. Ik kan niet <lacht> anders. <lacht> uh, nee, het gaat het uh, over Roos. Ja, ja. Stel, het ging over jou. Dat was leuker geweest. Dat was heel leuk geweest. Dat ja. was een gekke. Zien. Ja. Ja, ja, gewoon mooi dat ze denken aan mijn drugs- en sekseducatie. Uh, dat ze doen met hun student, toch? Ja, dat ze doen. Dat, dat, dat ze gewoon denken: oh ja, ik moest het zo doen. <laughs> oh ja, condoom. Ja. ja Altijd van Roos denken: oh ja, consent. juist <laughs> juiste manier, deze vet is. Ja, ja stopwoord. Respectvol, stopwoord. Ja. Nou, dat vind ik gewoon prachtig. Ja, dus dankjewel voor deze comment: wegen en wikken. En dan een wegen en wikken, waar ik heel erg benieuwd naar ben. Ik heb de hele week er al een beetje over zitten lachen. Uh, namelijk, wil je liever dat het haar dat je tussen je benen hebt op je hoofd zit? Of het haar dat op je hoofd zit tussen je benen zit? En dan ben je kaal. Op, op je hoofd. Hangt vanaf of je helemaal kaal bent of niet. Of een klein plukje hebt. Nou, als het haar dat ik op mijn hoofd heb tussen mijn benen zit, krijg ik mijn gulp niet meer dicht, denk ik. Uh, nou, dan moet je het vlechten of zo. Oh ja, dat zou wel leuk zijn. Nou ja, of heb je graag wat je tussen je benen hebt op je, op je hoofd? Uh, Bij je haar dat je al hebt. Nee, natuurlijk niet. Maar Dat dan is dan het toch gewoon dezelfde vraag? Je wisselt toch gewoon? Uh, Dat is toch één vraag die je stelt dan? Ja, of je krijgt gewoon het alle, bij allebei het kapsel op je hoofd... of je krijgt bij allebei het kapsel tussen je benen. Oh. Uh. Bij allebei op m uh, wat op mijn hoofd zit, op mijn kut dan. Dat wil je? Ja, maar anders heb ik een plukje maar op mijn hoofd. Wat denk jij? <laughs> jij maar plukje. Ik zie nu een beetje voor me hoe jij eruit zou zien. <laughs> <laughs> ja... Goed, dus dat was hem. Leuk. leuk. Diva, leuk. <laughs> Diva, hoe was je palensles? Ja, sexy. Sexy goddess. Sexy goddess. In the making. Yep. Ja, dat was, was leuk. Ik, we gaan nu een routine aanleren. En dan is de kijkavond. Oh. Welkom. Nee, dat heb ik net bedacht. Oh. Oh. Ik ga jullie gewoon uitnodigen als mijn supporters. Nee, wij komen. Go slut. Oh. en slikken de podcast. Als je je dikpik aan een wild vreemde durft te sturen, laat hem dan ook maar eens aan je beste vriend zien. Met die opdracht nodigden wij mannen in onze studio uit voor een open en eerlijk gesprek over seksualiteit. Ze moesten alleen wel even met de piemel bloot. Het voelt wel gek dat ik zo geconcentreerd naar jouw piemel zit te kijken. Oeh, sorry, maar jouw tattoos complimenteren jouw lichaam verder echt fantastisch. Dank je. Weet je Mike, Mike, weet je zeker dat je wit bent? <laughs> Ja, hij is lang, Mike is lang, maar dit. <laughs> Onder de douche of zo met hockey heb je ooit altijd wel gewoon een beetje gekeken naar andere piemels en zo. En dan heb je gewoon een beetje een idee van oh, hij heeft dit, hij heeft dat. Niet dat ik daar elke training volledig op gefocust ben, natuurlijk. En als je eerste keer dan. Het viel tegen, dus dat ja, is het oh, zo. eerste keer was het drama, man. <laughs> ja, dat is ja, echt. Ik kreeg mijn vooruitje niet eens over Michael. Je hoort het in de podcast Piemel Praat. Abonneer je nu in je favoriete podcast-app.